Waregem en het pand. Het pand en Waregem. De twee zijn onherroepelijk met elkaar verbonden. Verbinden is dan ook het doel van het pand. Want het winkelcentrum verbindt al jarenlang de stadskern met het bloeiend regenboogpark en de vernieuwde Zuiderpromenade. Winkelen, ontspannen, elkaar ontmoeten. Het pand brengt mensen samen op verschillende manieren en is zo'n herkenningspunt tot ver buiten de grenzen van de stad. Het voorbije anderhalf jaar kroop er veel tijd in de renovatie van het pand en daar zorgden heel wat vakmannen voor. Maar hoe is die nieuwe look ontstaan en vooral van waar kwam het idee? In de wilde jaren 60, toen de economie bloeide en de welvaart toenam, groeide de idee voor een winkel- en administratief centrum. Het duurde tot 1971 vooraleer de bouwplannen van het pand concreet vorm kregen. Architect Eugène Van Assen kreeg de eer om het ontwerp uit te tekenen. De locatie van het pand was een zeer strategische keuze. Het bestuur droomde al langer van een verbinding tussen de markt en het recreatie- en sportdomein. En het pand voldeed helemaal aan die verwachting. De bouw van het pand ging natuurlijk niet zonder slag of stoot. Alle gebouwen aan de zuidkant van de markt gingen tegen de vlakte. In 1972 was de tijd rijp voor de eerste spadensteek. Een historisch moment. Burgemeester Kurt van Rijkeghem, ja, 1977, toen het pand af was, was u toen al geboren? Ik was geboren, ja. Ik was toen 12 jaar oud. Toen ik met mijn vader naar de opening kwam van het pand. Ik heb ook de bouwwerken van het pand gezien als kleine jongetje aan de hand van mijn vader, die toen schepen van middenstand was. Heb ik die bouwwerken komen bezoeken en dat is mijn verste herinnering aan het pand. U was onder de indruk? Ik was onder de indruk. Het was een gigantische bouwwerf hier. Ja. Denk je dat dat ook zo het geval was voor elke Waregemenaar, dat ze onder de indruk waren van het pand? Ja, ik denk dat wel. Het was uiteindelijk een zware ingreep in het hart van Waregem, die toch wel 3-4 jaar geduurd heeft. En dat was toch wel een gigantische ingreep in die tijd, begin de jaren 70, voor zo'n werk te hebben in uw kern van uw stad. Ja, kunt u cijfers geven? Voor zover ik het weet heeft het pand een 300-400 miljoen frank gekost. Wat destijds natuurlijk al een gigantisch bedrag was voor een gemeente toen nog. En daar werd toen een lening aangegaan en die lening was 11, 12, 13%. Dus het was een gigantische uitdaging. Het was ook een eerste keer een publiek-private samenwerking. Er is een appartementsgebouw, de Regenboog, gebouwd. En met de opbrengst van die gronden hebben ze een deel van het pand kunnen financieren, maar natuurlijk niet voldoende. Ja, en het was ook een heel bijzondere periode voor stad Waregem, hè? Het was een bijzondere periode voor Gans België, want we zaten toen in een volle fusieperiode. Hier in Waregem opende dat winkelcentrum, wat ook wel uniek was. Er is geen enkele stad in België, denk ik, die een winkelcentrum in eigendom heeft, in eigen beheer heeft en exploiteert. Maar ook, het was ook de verhuis van het toenmalige gemeentehuis naar de site van het pand waar we nu nog altijd zitten. Nu is het stadhuis nog altijd gevestigd en alle diensten zitten hier samen. Jan Kallas, ja, u heeft heel veel betekend voor de economie van de stad Waregem. En u was er ook bij in 1977 bij de opening van het pand. Hè. Hoe was de sfeer? De sfeer was formidabel. Er was fantastisch veel volk. En ze waren onder de indruk van de pand. Al die winkels samen hadden ook een goede variatie van de winkels. En het was bezet. Dat is ook veel natuurlijk. Hè. En er waren acties. In iedere winkel was er wel iets speciaals te bekomen voor de mensen. Formidabel was dat. Doorheen de jaren groeide het pand ook uit tot het economische epicentrum van de stad. Horecazaken floreerden en modezaken vonden een vaste stek. En dat lokte veel bezoekers. En ook hoog bezoek, want niemand minder dan koningin Fabiola kwam op visite in 1984. Zij bracht een bezoek aan textielreus Concordia en ging daarna in gesprek met Waregemse jongeren tijdens een wandeling door het pand. Ze sloot haar bezoek af met een gesmaakte theatervoorstelling in de Schakel. Dankzij de centrale ligging was het pand al vaker het decor voor onvergetelijke feesten. In 1997 vierde cultuurcentrum De Schakel er zijn 25e verjaardag met een groot spektakel. In 2013 barst er een waar volksfeest los ter ere van het vice-kampioenschap van Zulte Waregem in de hoogste voetbalklasse.
En natuurlijk is er het jaarlijkse feestgedruis tijdens de Waregem Koersenfeesten en de jaarmarkt. Het pand bleef na de opbouw niet onveranderd. In 1993 werd een opvallende glazen piramide gebouwd als ingang van de toenmalige bioscoop. Het Louvre was jarenlang een eyecatcher in Waregem. In 2005 kreeg het winkelcentrum twee nieuwe stookketels en een nieuwe vloer. En in 2014 werd alles opnieuw geschilderd. Een eerste grote verandering aan de look en feel van het pand kwam er echter in 2015 met de aanleg van de Zuiderpromenade. De Esplanade veranderde de achterkant van het pand volledig en zorgde voor een link tussen de bibliotheek, welzijnshuis en de diensten van de stad. De Zuiderpromenade werd in juni 2017 feestelijk ingehuldigd en is dit jaar dus officieel 5 jaar geopend. Jolanda Nijsja, je bent uitbater van broodjeszaak Bakkerietje in het pand in Waregem. Huh? En het pand heeft natuurlijk veel veranderingen doorgemaakt. Maar hoe ben je zelf in het pand beland in 1986? Wij waren op zoek naar een plaats om een Frans croissanterietje te openen. En we hebben het gevonden als een zoekertje in de krant. En zijn zo beland in Waregem. En toen wij toekwamen in Waregem was het heel magisch. Het was kerst. En alle lichtjes brandden, een grote kerstboom. Het middenplein was een sfeer dat je alleen maar ziet in een Disneywereld. En we waren dus direct verliefd. Het was een ideale plaats om zo'n zaak te steken. Ja, en jullie hebben dat nu al een tijdje gedaan. Natuurlijk hebben jullie veel veranderingen meegemaakt. Hoe was dat als ondernemer, maar ook als mens? Als ondernemer ben je daar wel een beetje bang van, maar dat is altijd goed meegevallen. We hebben wel altijd heel bewust gekozen om terug naar het pand te komen. Je hebt daar de steun van je medezaken. We zijn één grote familie, al die verschillende zaken bij elkaar ondersteunen elkaar. Dat is ook het nut van een winkelcentrum. Het is duidelijk dat het pand van bij het begin een krachtig concept was en dat is ook zo gebleven. Het centrum was echter ondanks de doordachte architectuur aan renovatie toe. In 2020 werd een Waregems architect aangesteld om de renovatie van het pand uit te tekenen. Burgemeester Kurt van Rijkegem, ja, welke opdracht werd er dan gegeven aan de architect Tim Milvaert? Wel, het pand was 47 jaar oud, dus had dringend nood aan een upgrade. En we hebben dan ook de opdracht gegeven aan de architecten, aan Tim Milvaert, om er een hedendaags modern winkelcomplex van te maken, met hogere winkelpuien, zoals het tegenwoordig gevraagd wordt, met nieuwe steegpunten en vooral met heel goede verbindingen toe naar de andere winkelstraten, maar ook naar ons regenboogpark toe. Ja. Nieuw speelplein en dergelijke meer, nieuwe straatmeubilair, alles is meegenomen in die opdracht. De werken gingen van start op 1 februari 2021 met onder andere de afbraak van de piramide aan de bioscoop. De glazen constructie paste niet meer bij het nieuwe en moderne uiterlijk van het pand en had ook geen functie meer door het sluiten van de bioscoop. Het voormalige pand van Taverne het Peerdeke werd uitgebroken om plaats te maken voor een bredere monumentale ingang vanaf de Meerstraat. Ook het middengedeelte vooraan het pand, ter hoogte van de markt, ging tegen de grond. Het pand kan na 1,5 jaar innovatietraject weer de deuren openen, in volle glorie. Met 31 nieuwe of vernieuwde handelszaken, 6 kantoren, het stadhuis en het postkantoor. En zo is het centrum klaar voor de komende 50 jaar. Bent u nu een tevreden burgemeester? Absoluut, het is het grootste project, de grootste investering binnen deze legislatuur. En ik ben uitermate tevreden van het resultaat. Ja, weer een beetje die jongen van 7 jaar die vol verwondering staat te kijken. Ik vergeef hem terug in de tijd. Oké, dank u wel, burgemeester.